Drenthe telt nu 120 geregistreerde coronabesmettingen. Afgelopen weekend overleden 3 mensen. Voor patiënten in de laatste levensfase staat de organisatie Palliaterm klaar. Mensen willen het liefst in hun eigen omgeving sterven, met hun dierbaren om zich heen. In hun eigen huis, met hun eigen spulletjes om hen heen. Een paar duizend aanmeldingen voor de corona-app van het WZA. Zanger René Karst uit Hogeveen weer aan de beterende hand. En het weer met Alders. Ja, na een ronduit loerige zondag was het vandaag gelukkig een stuk beter. Maar veel als weer is het nog allerminst. En ook dat zal de komende dagen niet lukken. Straks de details. Goedenavond. Palliaterm, een organisatie die patiënten in de laatste fase van hun leven zorg bieden aan huis, staat paraat om coronapatiënten te verzorgen. En dat kan gewoon in hun eigen vertrouwde omgeving met familie erbij. Palliaterm verzorgt met een groep van 100 zorgzelfstandigen 24 uur zorg voor mensen die thuis willen sterven. Sinds dit weekend hebben ze een speciaal coronateam. En daar komt meer bij kijken dan bij de gewone palliatieve zorg. Zo moeten de medewerkers beschermende kleding dragen en snel ter plekke zijn. De cliënt zit dan thuis in isolatie. Er zal mogelijk nog bezoek zijn, maar de huisarts is betrokken. En die wil heel graag dat er zo snel mogelijk zorg gestart wordt. Nou, dat kunnen we dan doen. We hebben een coronateam, een eerste coronateam in ieder geval gestart. Die zijn ook 24 uur per dag backup. Die kunnen daardoor ook binnen 3 uur de zorg opstarten bij de cliënt thuis. Omdat coronapatiënten die op sterven liggen vaak snel achteruit gaan, is het moeilijk om ze nog naar een hospice te verplaatsen. Dat kost te veel tijd. Door de mensen thuis te verzorgen worden de ziekenhuizen ontlast en het belangrijkste, het is voor de patiënt veel fijner. Mensen willen het liefst in hun eigen omgeving sterven, met hun dierbaren om zich heen. In hun eigen huis, met hun eigen spulletjes om hen heen. Dat is vaak de wens van heel veel cliënten. En dat zal ook voor deze cliënten gelden als ze snel ziek worden en snel achteruit gaan. Anders dan in het ziekenhuis kan een coronapatiënt thuis meer bezoek ontvangen. Sinds vrijdag zijn er nieuwe richtlijnen waar familieleden zich aan moeten houden als ze afscheid willen nemen van hun geliefde. Het wil natuurlijk niet zeggen dat je vervolgens met hele families en alle kinderen en kleinkinderen op bezoek moet gaan komen. Maar dat iemand in ieder geval bezoek kan krijgen en gedeeltelijk beschermd is. En de richtlijn geeft aan dat in ieder geval mondkapje noodzakelijk is dan. De eerste patiënt heeft zich inmiddels aangemeld. Om zoveel mogelijk mensen bij te staan heeft Palliaterm extra mensen nodig. Zorgprofessionals die willen helpen kunnen zich via hun website aanmelden. Al een paar duizend mensen in Drenthe hebben zich opgegeven voor de corona-app van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Met de app kan worden vastgesteld of iemand mogelijk besmet is met het coronavirus en wat er vervolgens moet gebeuren. Iedereen binnen het verzorgingsgebied van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen kan de app downloaden. Hij is te vinden op de website van het ziekenhuis. De app vraagt u dagelijks naar enkele gezondheidsgegevens, zoals temperatuur, kortademigheid en hoesten. Ook krijgt u via de app tips en actuele informatie over het coronavirus. In het medisch centrum Wilhelmina in Assen-Noord zit een callcenter dat aan de app is gekoppeld. En bent u ook longpatiënt, bijvoorbeeld bekend met astma of COPD? De medewerkers bekijken de ingevulde gegevens en bellen als er zaken nog niet helemaal duidelijk zijn of als er actie is geboden. Alle mensen die hier aan de telefoon zitten, dat zijn of co-assistenten die in opleiding zijn of verpleegkundigen met een BIG-registratie, dus erkend professional. En daarnaast hebben we supervisie van een longarts voor zowel de protocollen als ook de zaken die we niet met protocollen kunnen oplossen om die te kunnen consulteren bij vragen. En die temperatuur, u gaf aan dat die verhoogd is. Heeft u die ook met een thermometer gemeten? De app is geen vervanging voor de huidige zorg. Wat wij kunnen doen is actueel passend beleid aanbieden aan de inwoners van Drenthe op basis van hun eigen metingen, op basis van hun eigen situatie. En daarmee hopen wij dat mensen zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen, voor elkaar kunnen zorgen. En we de zorg met elkaar toegankelijk houden voor de patiënten die dat echt nodig hebben. Voor de app werkt het WZA samen met ziekenhuizen in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. In totaal maken al meer dan 10.000 mensen gebruik van de app. Voor veel jongvolwassenen die opgegroeid zijn in Drenthe, maar ondertussen wonen in de stad, is het deze tijd een zoektocht. Kan ik beter 2 maanden in mijn studentenhuis of kleine appartement blijven? Of verhuis ik tijdelijk naar mijn ouderlijk huis in Drenthe? Nou, een groot deel kiest voor die tweede optie en gaat daarmee terug naar hun roots. Er is hier ruimte en lekker weer en weinig mensen om binnen die 1,5 meter te komen. Dus het is wat makkelijker. En ik ben hier opgegroeid en ik vind die supermooi. Dus ik vind het helemaal niet erg. Veel studenten kiezen in coronatijd voor een verblijf bij Hotel Mama. Zo ook Harold Staal uit Rotterdam. Hij heeft zijn spullen gepakt en woont weer bij zijn ouders in Klatering. Hij is daarin niet de enige. Ik merk wel dat de mensen die al in de Randstad wonen niet naar hun ouders gaan. En de mensen die bijvoorbeeld uit Nijmegen of Eindhoven komen wel weer naar hun ouders gaan. Die weten dus ook wat ze missen aan, in deze tijden. En voornamelijk dus de ruimte hebben en de rust en een beetje frisse lucht. Zijn compagnon uit Beilen, met wie hij een bedrijf runt, woont nog wel met zijn vriendin in Rotterdam. Ze zouden ook wel terug willen, maar kunnen niet vanwege hun werk. Ze ontmoedigen echt om ook met het OV te gaan. Dus daar proberen we ons ook wel echt aan te houden. Dus ja, dat betekent toch snel dat je hier blijft. Je naasten, je familie, die heb je dichtbij je. En dat is nu best wel een forse afstand. Hier gaan mensen toch allemaal op dezelfde plek wandelen, want iedereen vindt dezelfde plek mooi. En de rest is eigenlijk gewoon, ja, daar wil je liever niet wandelen. Eigenlijk het enige waar we nu naar buiten kunnen gaan is naar ons balkon. Maar er zijn ook studenten en jongvolwassenen die er bewust voor kiezen niet terug te keren naar het platteland. Zoals Jo van Smilda. Zijn ouders wonen in Vledder, maar hij blijft in zijn studentenkamer in Zwolle. Misschien ook dat het anders meer als vakantie zou voelen. Als je bij ouders werkt en er wordt voor je gekookt en schoongemaakt en allemaal. Dan vind ik het toch wel prettig om op mezelf te blijven, want je dan ook zelf je ritme bepaalt. Maar hij ziet zijn klasgenoten wel vertrekken. Ik zie ze dagelijks nu op het online netwerk, zeg maar. De klasgenoten die zitten bijna allemaal wel bij hun ouders, inderdaad. En tot dusver zijn er geen besmettingen in ons gezin. Dus wat dat betreft heb je nog ook die vrijheid wel. Dat voelt ook wel misschien fijn om wel de optie te hebben om terug te kunnen. Corona-vluchteling vind ik een beetje negatief. Dus ik zou meer een corona-vakantieganger zijn. Groot onderzoek in Noord-Nederland moet de risicofactoren van het coronavirus in kaart brengen. Ruim 135.000 mensen krijgen een vragenlijst opgestuurd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lifelines. Er wordt onder meer geprobeerd erfelijke factoren en omgevingsfactoren op te sporen die van invloed zijn op het ziektebeeld. De onderzoekers hopen zo te ontdekken waarom de een heel ziek wordt en een ander milde symptomen heeft. Ook wordt onderzocht welke invloed het coronavirus heeft op het welzijn van de deelnemers. Bij het onderzoek is onder meer het UMCG betrokken. En de kinderopvang in het noorden moet zo snel mogelijk weer open. Dat vindt Ben Snieders van Kids First, die 145 kinderopvanglocaties runt in Groningen, Drenthe en in Friesland. Volgens de organisatie komen steeds meer gezinnen in problemen nu de zorg voor kinderen gecombineerd moet worden met thuiswerken. Momenteel is de opvang alleen open voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. Kids First wijst erop dat kinderen volgens het RIVM geen grote rol spelen in de verspreiding van het virus. De brancheorganisatie Kinderopvang zegt verdere aanwijzingen van het Rijk af te wachten. Het gaat weer een stuk beter met de door corona gevelde zanger René Karst uit Hogeveen. Vorige week stuurde hij een filmpje de wereld in vanuit het ziekenhuis. Maar hij is weer thuis. Goedemiddag, René. Hoe gaat hij ermee? Mooi, Anouk. Ja, naar omstandigheden gaat het goed. Wat heb je allemaal doorgemaakt, joh? Ja, weet je, ik ben al vanaf de 12e maart zit ik al thuis. En in eerste instantie heb ik me maar groot gehouden en dacht van nou, ik red het wel alleen. Maar dat ging, vorig weekend ging dat helemaal fout eigenlijk. En toen heb ik toch alarm geslagen en ben ik eigenlijk hals over kop in het ziekenhuis terechtgekomen. Ik kreeg op eigen kracht niet voldoende zuurstof. En daarbij, ja, ik kwam niet tot mijn rust. Ik sliep niet meer en op dat moment hebben ze me toch even moeten helpen om even de boel weer te resetten, zeg maar. En dat kost verschrikkelijk veel energie. Ja. Wanneer had je door dat je dacht van dit is corona? Nou, eigenlijk al vrij snel. Maar ik dacht ook van de symptomen kunnen soms zo licht zijn dat je het zelf kunt overwinnen. En ik probeerde dat maar voor te houden dat steeds ook mij zou overkomen. Maar uiteindelijk win je het niet van dit virus. Nee. Hoe was die week in het ziekenhuis, René? Confronterend. In die zin van, ik ben een enorme held met naalden. Dus niet. Maar je bent zo overgeleverd op dat moment aan de zorg. En ik wil ook wat dat betreft de zorg hier in dit geval enorm veel dank zeggen. Want als je ziet wat die mensen op dit moment allemaal daar doen, in de ziekenhuizen, echt waar, dit is een onvoorstelbare ziekte. Hey René, hoe lang duurt het ongeveer nog voordat je weer de oude bent? Is dat gezegd? Nou, ik krijg nu de komende 10 dagen in ieder geval nog dat de longarts mij elke dag belt van hoe gaat het en wat zijn de symptomen, heb je nog koorts? Nou ja, kijk, ik heb een paar dagen aan de hartbewaking moeten liggen. En dat is wat dat betreft, dat is ook geen pretje. Je slaapt gewoon niet. En de komende tijd hoop ik wat meer rust te krijgen. Dat ik dat wat meer dan ook... Ik geloof dat je gebeld wordt, René. Ja, de telefoon die zal bij je blijven gaan. Och, neem gauw je rust weer. Ik hou je niet langer op. Ik wil je nog even feliciteren, want er is ook goed nieuws. Je wordt opa. Ja. Even fijn, het gaat je goed. Sterkte van ons allemaal, René. Dank je wel. Dank je wel, hè. Dag. Het is er stil, maar toch ook druk. Vliegveld Eelde die krijgt juist nu veel toestellen binnen voor onderhoud. En die komen uit heel Europa. Het is rustig op Groningen Airport Eelde. Geen vliegtuigen die vakantiegangers halen en brengen. Alleen kleine luchtvaart en medische vluchten. In april begint het zomerseizoen. Maar die is voorlopig vanwege het coronavirus uitgesteld. De luchthaven heeft daarom maatregelen genomen. Nou ja, we hebben sowieso een flexibele schil. Dus als het druk is, kunnen we veel mensen inhuren. En op het moment dat het niet druk is, dan kunnen we afschalen. Dus we hebben heel proactief afgeschaald. En we hebben onze opening- en sluitingstijden in overleg met de luchtverkeersleiding Nederland verder teruggedrongen. Even verderop, op het platform van de luchthaven, is het wel druk. Deze vliegtuigen van het Amerikaanse merk Cirrus staan te wachten op onderhoud. Cirrus op Eelde is importeur voor verschillende Europese landen en doet onderhoud. Ze hebben het druk. Ja, we zijn heel productief in de markt geweest, dus we hebben onze klanten benaderd. Hè, aangegeven, joh, als je wil, kun je vliegtuig komen brengen. Dan staat hij hier alvast voor onderhoud en dan kunnen we in ieder geval hem inplannen. Want ja, als grenzen wel dicht gaan, ja, dan kun je hier niet meer komen. Dus dan kun je beter het zeker voor de onzeker nemen. Dus, en hebben ze massaal gehoor aangegeven, zoals je kunt zien. Dus in die zin merk je wel bij klanten dat het ook erg onzeker is. En dat vernemen wij natuurlijk ook hier. Zo'n 30 medewerkers zijn bezig met het onderhoud van deze privévliegtuigen. Ja, je moet eigenlijk wat dat betreft misschien een beetje vergelijken met een auto. Je hebt een kleine beurt, je hebt een grote beurt. Nou, dat doen wij ook met de vliegtuigen, hè. Afhankelijk van de uren die ze gevlogen hebben. En de onderdelen die duur zijn, hè, vervangen we ze. Dus dat loopt uiteen van de oliewissel tot banden, remmen, parachutesystemen die we vervangen. Dus dat is heel breed. Er staat nogal wat hier buiten, hè? Hoe lang duurt het voordat alles klaar is? Ja, we schatten in dat we zo voor een week of 3, 4 wel werkvoorraad hebben. Maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de ontwikkelingen, wat er gaat gebeuren. En of iedereen gezond blijft. Ja, je zult me misschien in de Ardennen waren. Nee, dat is gewoon het Anreperdiepje bij Assen. We waren een maand geleden ongeveer, waren we hier ook. Toen was het een kolkende massa door de vuile water dat er toen valt is. En nu is het al een paar weken droger. En we schieten, het stroomt altijd nog, maar het is nou een kabbelend beekje. En dat zal ook de komende dagen niet veranderen, want het blijft in grote lijnen droog. Wel koud, ook aankomende nacht, het is helder. De temperatuur kan zakken naar zo'n -4 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Maar koude nachten wil nog wel eens mooie dagen geven en dat is morgen ook zo. De dag begint met flink wat zon, in de loop van de dag een paar stapelwolken, maar het blijft droog. Er staat niet al te veel wind, zwak tot matig uit het noordoosten en het kan 9 graden worden. Woensdag is er wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. En ook is er zo dan nog wat ruimte voor de zon. De wind is iets bijdraaid naar het noordwesten en dan kan het zo'n 9 graden worden. Donderdag, vrijdag, ja, hoogst een beetje saai. Er is weinig ruimte voor de zon, het is bewolkt. Maar ja, toch op de meeste plekken maar droog. En ook dan zo'n 9, misschien net 10 graden. Dat is nog allerminst vuilnisweer. Maar kijk eens, het komt er wel aan. Dankjewel, Aldert. Tot zover Drenthe nu. Hier barst straks de strijd los tijdens de halve finale van onze streektaalquiz Loos. En daarna Nostalgie TV. En vanavond zenden we 2 afleveringen uit van de trektocht uit 2006. Dat doen we om 19:15 en om 20:45. Veel plezier erbij. En graag tot morgen. Dag.